1, 2, 3. Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag, donderdag? Ja, het is donderdag vandaag. Gisteren, zoals je hebt gezien in de vlog, als jullie hebben gekeken, heb je gezien dat ik heb gehoord dat ik zelf bruin heb opgedaan. En ik heb er dus de hele nacht mee geslapen. Ik moet zeggen, jongens, ik ben er serieus echt wel blij mee. Je ziet er wel echt sporen dat je denkt, oeh, het ziet er niet uit. Zoals hier. Maar hey, daar heb ik echt serieus schijt aan. Dat maakt me echt niet uit. Mijn gezicht is wel mooi geworden, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb mijn gezicht dus ook gezelfbruind. En het ziet er toch echt wel tof uit. Het is niet zo wit meer. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik heb het even gewoon mijn kop onder de kraan gesteld, omdat mijn haar helemaal overheen stond. Dus het is nu lekker aan het drogen. Ik zit nog wel steeds in mijn pyjama, want ik ga eerst de vlog editen. Het is namelijk nu 7:30 en ik heb koffie gezet in deze beker. Super lekker. Ik heb lekker melk opgeklopt vandaag, is weer wat anders. Maar ik ga nu dus editen. Ik heb al mijn bed opgemaakt. Ik moet alleen die lakens nog even weghalen zo meteen. Even opvouwen in mijn kast leggen. Maar, wat zou ik nu zeggen? Ja, ik ga nu dus in ieder geval editen. En als dat is gebeurd. En als dat is gebeurd, ga ik me lekker aankleden en klaarmaken en mijn dingen doen. Dus ja, en ik ga even lipgloss opdoen, want dat is best wel droog. Dus ja, we gaan editen. Goed, ik ben inmiddels helemaal klaar. Ik ga jullie even hier neerzetten in de hoop dat dat... Huh? Ers belt mij. Waarom belt ze me? Huh? En zo hangt ze op. Callback. Oké, in ieder geval. Ik heb een outfit aan. Ondertussen bel ik Ers terug. Ik heb dus deze jumpsuit aan. Je stoort me. Ik ben net in mijn vlog laten zien wat ik aan heb. Kan toch helemaal niet wat je nou doet. Jongen. Ik heb geen idee. Zo. Maar goed, in ieder geval. Ik heb dus... Ashley stoort me. Ik heb dus deze jumpsuit aan in plaats van het jurkje die hier hangt. Die was toch iets te fris en aangezien er nog niet echt heel veel zon is buiten. Het ziet er nog best wel grauw uit. Heb ik de jumpsuit aan. Ik heb er een zwart vestje over aan. En mijn witte Nike's eronder. En straks als we klaar zijn en ik moet vanmiddag nog naar de fysio. Dus dan heb ik dit zwarte topje en deze bewerkte broek. Omdat het, ja, ik kan moeilijk mijn hele jumpsuit daaruit trekken. Dus dan eventjes, ja, dat begon ik net aan te denken. Ik denk, ja, hoe ga ik dat dan doen? Want als ik die jumpsuit aanhoud, dan moet ik hem bij de fysio helemaal uittrekken. Kijk, nou boeit het me niet, want we zijn toen maar met z'n tweetjes daar, maar alsnog. Maar goed, in ieder geval heb ik in ieder geval een outfitje klaar liggen. Ik neem aan dat we rond een uur of twee wel weer allemaal thuis zitten. Maar dus, dit heb ik aan vandaag. Het is zo leuk. Ik vind die jumpsuit echt zo leuk. Top. En serieus, ik heb ook een beetje make-up opgedaan. En ik heb nog een keer mijn gezicht getint, want het zag er vanmorgen niet echt uit, maar nu wel. Dus ben ik er heel blij mee. Stop, we gaan zo meteen even lekker een paar leuke foto's maken. Goed, ik moet zeggen, best wel een hele goede productieve ochtend vanmorgen. Want die video van gisteren is al geëdit, is al geüpload, staat al helemaal klaar voor over 4 dagen. Dus dat is helemaal top. Ik had net een wollerooi vestje aan, ik ben toch voor deze gegaan, dat deze en dicht kan. En net even iets warmer is. Dus ja. Ik ga nu naar de metro toe. En kijken of Ash er al is. Chantal is iets later. Want de bussen rijden bij haar niet in Vlaardingen. Dus ze moest dan helemaal om. Dus ze moest nu met de metro naar Schiedam. En dan vervolgens moet ze op een andere metro terug naar... Naar deze kant. Dus heel gedoe. Ik heb in ieder geval lekker mijn jumpsuit aan. Lekker make-upje op, haar gedaan, brilletje op. Zonnetje is weg, jongens. Dat vind ik wel echt heel erg jammer. Ik had wel verwacht dat de zon ook lekker zou schijnen. En trouwens, kijk mijn handen.
Dat is echt het enige. Voor de rest is alles netjes. Maar mijn handen is het enige wat er niet uitziet. Maar gelukkig hoeft dit niet op een foto. Dus dat is fijn. Echt. Het is echt erg. Maar ja, dat slijt ook wel weer eraf. In ieder geval is de rest lekker getend. Dus dat is top. Dus waarschijnlijk ga ik dan een stukje met de metro naar richting Schiedam die kant op. In de hoop dat het allemaal goed komt. Ja, ik ga hier niet uren hangen. Daar heb ik ook niet zoveel zin in. Dus het is het een of het ander. Dus ik denk dat we dan maar een stukje hun kant op gaan. Of haar kant op gaan. Aangezien ik ook trouwens niet weet waar Ash nu is. Dus ik ben heel erg benieuwd. En jongens, voor ik straks weer allerlei comments krijg of berichten of weet ik het wat. We houden gewoon 1,5 meter afstand. Of meer, want ik heb vorige keer met Ash ook foto's gemaakt. Is ook goed gegaan. We hebben elkaar niet aangeraakt. We hebben allemaal met onze eigen telefoons foto's gemaakt. Dus dat komt allemaal wel goed. Dus ja, in ieder geval. Ik ben er al bijna. Yay! We zijn inmiddels in het park. Met aanhang. Super chill. We gaan het park rond. Foto's maken. Langs het Laarzenpad waar we vorige keer ook zijn geweest. Maar daar komen we straks. Dus doen we even later een duimpje met die bomen. Oh my god. Wat? Je gaat foto's maken? Ik wil ook nog naar de fucking Nijland. Ja? Daar ben je niet meer gewend, hè? Je zit alleen met je kop op je stage tegenwoordig. Echt, hè? Oké. Route naar links. Nu niet meer, gelukkig. Gelukkig ben ik daar weg. Eindelijk. Oh, die vogeltjes. Cute. Ik ging werken, hè, afgelopen zaterdag. Dat moet je alleen niet doen als je naar dingen toe gaat, naar het dolfinarium en dan op je bek gaat in het water. Nee, dat is nou weer niet leuk. Dat heb ik gedaan. Dat is een steenmachine. Ik ging naar het dolfinarium voor ik toen klein was. Er is weinig bewijs, maar geloof me, ik loop vanaf die kant van de weg al de hele weg achteruit. Ik weet niet waarom. Ik weet niet, het is chill. Gezellig. Achteruit lopen. Naast de polder. Hou jij voor je lekker in mond en tot je valt. En plonk. Nee, dankjewel. Dus ik ben al een kilometertje of weet ik het wat achteruit aan het wandelen. Het is een goede workout. Moet je het ook eens proberen. Misschien werkt het. Oké, jongens. Sorry. Ik bied bij deze mijn excuus aan. Want de camera heeft dus de hele dag in mijn tas gezeten. Ik heb dus bijna niks gefilmd vandaag. Ik heb het niet eens doorgehad. Echt ongelooflijk. Sorry daarvoor. Het was echt wel mijn bedoeling om meer te filmen, maar ik heb het gewoon helemaal niet doorgehad. We zijn te druk bezig geweest met foto's maken en dingen doen. En sorry. Het was echt mijn planning om gewoon lekker veel te vloggen vandaag, maar het is er niet echt van gekomen. Goed, hopelijk heb ik nog wel iets leuks van kunnen maken. Ik denk dat hij wel vrij kort was, maar goed. Toch wel liever iets dan niet. Ik ben in ieder geval weer lekker omgekleed in een pyjamaatje. En ik ga lekker slapen. Dus ik heb mijn schoenen nog wel aan. Dus die doe ik zo lekker uit. En, ik ga zo lekker slapen. We hebben leuke foto's kunnen maken. Als ik het niet vergeet, zal ik wat foto's zometeen in beeld laten komen. En verder, ja. Zou ik zeggen, doe je ding. En het komt allemaal wel goed. En het was in ieder geval heel erg leuk. Dus ja. Slaap lekker. Doeg.